Parlementariër Du Charmans ziet graag verandering in de manier hoe bestuurders van volgauto's van hoogwaardigheidsbekleders zich in het verkeer gedragen. Hij vroeg gisteren in de Nationale Assemblée wederom aandacht hiervoor. Hij zegt dat de bestuurders van de volgauto's heel hard rijden. Dit gedrag heeft volgens hem de vorige week tot een aanrijding geleid. En niemand heeft het fatsoen kunnen opbrengen om te stoppen, om na te gaan als er ook, behalve materiële schade, ook persoonlijke schade is ontstaan. Daarna ook geen contact opgenomen. En het is niet alleen asociaal, maar ik denk dat het gewoon crimineel gedrag is door een aanrijding te veroorzaken en weg te rijden. Overigens, het gebruik maken van zwaailichten en sirenes is alleen voorbehouden volgens de rijwet en het rijbesluit aan speciale groepen, aan de politie, aan de brandweer en de ambulance, alleen in voorkomende gevallen. Maar we zien dat deze volgauto's tij ontij gebruik maken van zwaailichten en sirenes, ook op momenten waarbij er geen begeleiding plaatsvindt van gezagdragers. Overigens zien we deze trend zich ook uitzetten naar andere mensen, naar districtscommissarissen toe, zelfs naar directeuren van parastatale bedrijven, die het presteren om op cruciale momenten waarbij filevorming is, gebruik te maken van zwaailichten en sirenes om door die files heen te komen. En dit is wat niet mogelijk is. Niemand staat boven de wet, voorzitter. Charmans doet een beroep op de regering om erop toe te zien dat dit ordelijk en volgens de wet verloopt.